Ja. En dan is het zover. Ze zijn gearriveerd. Wat aan de late kan natuurlijk met alle pech onderweg. De gevaarlijke spoorbrug. De rode brug. Tussen Hattem en Zwolle. En we zien de Hattemendijkpoort. En we zien de Sassenpoort. Wat zal dit allemaal gaan betekenen? En wie gaat hier tevoorschijn komen? Maar af, want wij zullen het gaan zien dat wij Prins Geer, die onthuld wordt uit het blauwe pak. En we zien adjudant de Groen, die tevoorschijn komt uit het rode pak. En zoals gezegd, de deurzakkers doen per definitie altijd met twee adjudanten. Maar de tweede adjudant, ja, die hebben een beetje last van de ruggen vanavond. Ik weet niet wat hij gedaan heeft gisteravond, maar ik wil hem er wel even wat dichterbij halen. Kom rustig dichterbij, adjudant Blauw! Wow.
houden we wel. Goed. En aangezien dat hij jullie als adjudant gaat staan, betekent ook dat hij zometeen dus een andere functie gaat krijgen. Dat is hartstikke mooi. Maar voordat wij natuurlijk onze hoogheid verder gaan introduceren, is het belangrijk dat hij dus ook geïnstalleerd gaat worden. En mag ik dan als eerste de ambtsketting voor onze hoogheid, dat hij dus daarmee ook natuurlijk de onderscheiding van carnavalsvereniging de deelzakkers kan gaan dragen. Vicevoorzitter Tienes heeft ons geoefend van hoe knoop ik dat aan die twee touwtjes vast, dat het allemaal weer goed komt te hangen. Mag ik vervolgens de steek van de hoogheid, zodat hij dus ook natuurlijk herkenbaar is als prins heer. En zoals gezegd, het is een uitdaging de eerste keer en dat past erbij. De steek! Wederom de toepasselijke kleuren, de blauwe steek met de groene letters. De blauwe kleur van Zwolle met de groene letters van Hattem. Dat kan niet. Atem, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Atem. En natuurlijk, om het zaakje compleet te maken, is het laatste belangrijke onderdeel de staf van carnavalsvereniging De Deurzakers. De sector waarmee hij dit seizoen voorgaat bij carnavalsvereniging De Deurzakers. Maar dan. Zoals straks al gezegd, bij de applicatie van Prins Pike, Vost Pike inmiddels natuurlijk geïnstalleerd. Ik kan hier niet zonder adjudanten, heeft hij gezegd, en dat kan ook Prins Gerrit. En dat betekent dat we gaan installeren de adjudanten groen. Naast dat we natuurlijk de adjudanten groen hebben, hebben wij bereid gevonden om Prins Heer ook natuurlijk even om te kleden. En dat hij dus in zijn functie weer dit seizoen, het is een man met ervaring. Het is een man van de monumenten. En eigenlijk als we vanavond zo gaan kijken, dan zien we natuurlijk dat we niet blij dat we daar voor monumenten zorg dragen. En dat we dus daar een warm hart toe dragen. Het andere jasje naar mijn gang. En het is altijd een uitdaging als we zien van hoe wordt iemand aangekleed en hoe kan dat snel gebeuren. Heel even last van de rug. En heel erg last van de rug. En dan komt het allemaal goed. Het blauwe strikje, dat past natuurlijk bij adjudant blauw. Het Zwolse. En het is in dit geval niet. Van we zijn niet zo vaak blauw, zei Peter altijd. Daar ligt het niet aan. Dat is niet de achtergrond van de kleur. Het is een Sassendonkse blauw. Als echte Sassendonker zegt hij van, voor mij is de enige echte kleur, dat is het blauw. En niet alleen het blauw van Sassendonk, maar ook het blauw van de EVF, waar hij dus natuurlijk heel erg actief is. Als wedstrijdsecretaris met hele slechte planningen, zonder penalties voor de jeugd. Maar daar kunnen wij even niks aan veranderen op dit moment. Dat gaan we later nog wel even een keer over praten. Goed, natuurlijk hoort het de sheriff hoort erbij. Want dan hebben wij straks het trio helemaal compleet. En we zetten natuurlijk ook even de steek op. Want dit is van adjudant blauw. Met de blauwe steek. Met die groene letters. Wij presenteren. Scheren eerst naar de adjudanten groen en blauw. En natuurlijk, het eerste wat de hoogheid wil doen is het voorlezen van de proclamatie. Oh ja, dat is waar ook. Dat heb ik in de binnenzak, dat heb ik voorbereid. En wij gaan het voorlezen en het geleesbril meegenomen. Goed,
Dames en heren, mag ik uw aandacht? De 49e hoogte van carnavalsvereniging Deurzakkers, die, ja, zoals het betaald en zoals de ambtenaar betaald, het zaakje dus goed voorbereid heeft, in grote letters met deze wil. Wij beschermen deze 50e hoogte van CVD Deurzakkers. Bescherm heer van alle Sassenonders, jonkheer van Verenigingsleven, ridder van Voorsterweg tot Voorstraat en van Dijkpoort tot Sassenpoort. Toezichthouder op het overmatig drankgebruik en handhaver van de feestvreugde. Proclameren. Ten eerste, dat wij trots zijn Prinspijn op te mogen volgen als 49e hoogheid van carnavalsvereniging Deurzakkers. Ten tweede. Dankjewel. Ten tweede, dat ik blij ben dat Gerrie het groene licht heeft gekregen van mij en dat ik ook bij Peter geen blootje heb gelopen. Ten derde, groen en blauw, ik draag het met gemak, maar het is wel een onverkoopbaar pak. Ten vierde, carnaval zit in het familiebloed, een feestje vinden wij altijd goed. Ten vijfde, heb je veel of weinig verstand? Wij maken geen verschil in rang of stand. Ten zesde, al zijn we bezopen, we zullen elke avond een polonaise lopen. Ten zevende, ik laat me niet verrassen en zal me niet laten oppakken voor wildplassen. Ten achtste, ook als het bier me naar de kop stijgt, zorg ik dat je binnen 8 weken antwoord krijgt. Ten negende, dat je wel heel slecht hebt gescoord als je niet bij de eerste 50 deurzakken proeven wordt. Ten tiende, ben je van ellende of toch een paratrie, wil een zalm op bier dus dat geeft niet. Ten elfde, we zijn allemaal plakkers, dus feesten 3 met de deurzakkers. En dan ga ik afsluiten naar mijn lulles. Feest en geniet. Een laatste rondje kennen we niet. Allah. Dankjewel, Prins Geer van de proclamatie en de vraag in Ipatoes voor de Zwollenaar. Laten we komen! De zombies!
jongens vinden het aardig wel. Kom jongens, kom op. Blijf een beetje gezellig. Voor de kleding en van alle attributen, de schenkmeester. Zodat de hoogheid nooit wat tekort komt. En hij is natuurlijk onze schenkmeester, vaste schenkmeester van de deurzakken. En hij is dus onderscheiden met de bronzen deur. Dat bedoel ik. Weer ons verdienste. Oké. Tony is verdiend. Ja, Tony is verdiend. Adje. Oké. Mooi, dat was het. We gaan bieden. Nou ja, dus hier neemt hij dus. We gaan bieden. Ik kreeg nog 20 cent, hè? Wat zeg je? Ik kreeg nog 20 cent. Met name is het natuurlijk voor de felicitaties.